Oud internationals, jong talent tegen oud talent. Er zijn twee quadrilles gevormd. Jong talent versus oude Olympiërs, die strijden om de eer. Daar draaide het allemaal om vrijdagavond bij de KWPN Hengstegeuring. Er werden twee quadrilles gevormd. Eén quadrille bestaat uit de leden van het Rabo Talententeam op hun eigen paden. En het andere quadrille bestaat uit oud-Olympische ruiters op goedgekeurde KWPN-hengsten. En dan heb ik het natuurlijk over Tineke Bartels, Kobi van Balen, Alex van Silvoud en Bert Rutte. KWPN-hengstekeuring is speciaal. Dit is zo'n prachtig moment. Met Kobi van Balen daarvoor op de BNC Kivali hoogvang. De rubriek wordt gejureerd door de oudste bekende dressuurruiter John Swaap, 82 jaar, en de jongste bekende dressuuramazone van Nederland, Dana van Lierop, 15 jaar, en winnares van de gouden medaille EK Ponies 2011. Ik moet eerlijk zeggen dat de jeugdige manier van rijden, die ongedwongenheid, die eigenlijk toch leidt tot een hele mooie manier met bijgevallen. Hoe was het om weer in de ring te zijn? Ja, hartstikke leuk. Ik voelde me helemaal weer op mijn gemak. En het verleden komt dan in één keer weer naar boven. Want ik heb natuurlijk jaren geleden, jaar in, jaar uit, op de hengstekeuring rondgereden. En daar voel je dan weer terug. Dus dat is eigenlijk dan niet echt weg. Kan er ook nog een beetje spanning bij kijken? Nou, ik weet het niet. Ik zelf niet, nee. Want daar heb ik nooit zoveel last van gehad. Ook niet in mijn sporttijd. Maar ik weet niet zeker of het met Bert wel helemaal goed ging. Want die was af en toe de weg kwijt. En dan moesten we even een beetje improviseren. En dat lukte uiteindelijk toch wel goed. Maar misschien was daar een beetje spanning. Maar dat zou je hem zelf moeten vragen. Deze quadrille? Omdat wij het belangrijk vinden dat de Rabo-talenten in het licht komen hier op de hengstekeuring. Omdat wij hopen dat op deze manier wij kunnen laten zien hoe goed dat de talenten zijn. En dat wij hopen dat er eigenaren zijn die onze talenten ook op hun beste fokproducten zetten. En dan moet je iets bedenken om een extra aandachtspuntje te krijgen. En vorig jaar hebben de springruiters eigenlijk hetzelfde gedaan. Dus de senioren, zeg maar Johan Heijns onder andere, die hebben ook rondgesprongen tegen de jeugd. En ik vond dat wij dat in de dressuur ook moesten doen. Dus toen dacht ik, misschien is het een goed idee om KWPN-dekhengsten te laten zien onder oldies, laat maar zeggen. Dag meneer Hengel, Angela Koosijn, Matthew Schots en Willem van Zilvaart zijn vanavond de winnaars.